All in me. Nee, all of me. John Legend moet het wel goed zeggen. Lieve mensen, wat een heerlijk programma. En we gaan volop door. Tegenover mij is komen zitten John Paap. John, goedemorgen. Goedemorgen. Schiedammer. Van oorsprong. Van oorsprong, ja. We hebben er net even vooraf een kopje hoestwater zitten drinken. En jij, geloof ik, koffie. En wij komen beide uit de hongerput. We hebben even, zoals dat heet, onder Memory Lane gezeten. En toen hebben we het over de Nolenslaan gehad. Ja. Wat een fantastische winkelstraat dat vroeger was. Dat was een boulevard, ja. Dat was een boulevard, hè? Daar was je trots op, om daar overheen te kunnen lopen. Ja. Daar werd je naartoe gestuurd. En dan had je, we hebben even elkaars winkelkennis afgetast. Ja, en we hebben het wel compleet gekregen. Ja. We missen er geen één. Nee. John, even in het kort. Schiedammer van geboorte. Ja. Even heel kort je carrière tot vandaag. Oké, nou ja, 53 geboren. Je mag zelf nog wat dichterbij komen. Okay. 53 geboren in Schiedam. Ook in die hongerput, maar op een andere plek dan de Nolenslaan. Dat was in de Schapenlaan. Daar na 4 jaar weggegaan, toen naar de Nolenslaan gegaan. Toen op mijn 21ste op mezelf gaan wonen, maar toen waren er geen huizen te krijgen. Dus toen ben ik naar Rotterdam-Zuid gegaan, naar Afrikaanderwijk. Daar was dan nog net een huisje te krijgen. Ja. Vanuit die Afrikaanderwijk teruggekomen, nou, dan weet ik al jaren niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar een aantal jaren later terug naar de Hoogstraat in Schiedam. Want toen kreeg mijn vriendin een aanbieding bij het oude weeshuis. En daar begonnen we met elkaar een project begeleide kamerbewoning naast het weeshuis. Mm-hmm. Dat hebben we een groot aantal jaren gedaan. Toen in de Vondellaan gaan wonen. En toen in Oostvoorne. En vanuit Oostvoorne ben ik uiteindelijk weer in Spijkenisse terechtgekomen. En daar heb ik op het ogenblik mijn bedrijf. En dat is met name in de automatisering. Ja, never a dull moment. Je hebt zelfs, je was een van de oprichters van Klaversteden. Ja, dat bestaat nog steeds. Hè? Ja, daar wordt gesport. Ja, en dat was soort een concept dingen. Toen uit die tijd. En waar praat ik over? Ik denk 1983 of iets. Je bent een beetje de man van de concepten. Je bent net als Bert Spek die voor ons zat. Je bent niet de man die zegt van nou ik ga naar een kantoor toe en tot mijn 63ste, nu 67, blijf ik daar achterover leunen. Nee. Waar komt dat vandaan, dat ondernemen? Dat gevoel van ondernemen en concepten bedenken en meedoen? Ja, waarom gaat iemand dansen of waarom gaat iemand zingen? Je hebt een bepaald talent, je vindt het leuk om... Nou, het verzinnen van concepten, of dat nou tv-concepten zijn of business-concepten, dat komt vaak voor uit ergernis. Dus je ziet dat iets niet loopt en dan denk je, dat kan niet waar zijn. Ja. En dan probeer je daar iets te zoeken van, of je gaat eerst kijken wat de achterliggende redenen zijn en dan ga je er een model op verzinnen om een oplossing te verzinnen. Dat heb ik eerder gedaan, denk ik, tiental jaren geleden met de zorgveiling in Nederland. Want iedereen had het in de zorg over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De marktwerking, noem het allemaal op. Ging jaren achter elkaar zo. En niemand had ooit zo'n marktplaats erbij verzonnen. Dus heb ik gebouwd. Die was dan ineens. En dat is ook goed gaan lopen allemaal. Dus, Je hebt in 2007 de ondernemersprijs gewonnen. Dat is niet een, dat is wel een prestatie. Ja, MICT was een prijs van 1 miljoen. Maar dat geldt dus nu op. Hoor. Ja, nee, dat was geld, een prijs om het met name om het concept op te schalen. Om meer, in meerdere sectoren in de zorg te gaan gebruiken. Ja. Ik maak even een sprongetje. Je gaat wat voor Schiedam doen met het project Bustown, BUZZ. Aanstaande maandag sta je hier om de hoek bij Café de Unie. Ja. En jij gaat je richten op ondernemers in de stad. Ja. Want jij zegt van, joh, luister eens. Zoals nu die binnenstad erbij ligt, die winkels, het treun is, geen omzet, geen mensen op de straat. Ja. Aantal politieke partijen begint nu in het programma ook te roepen, gemeente stoppen mee om geld in die Hoogstraat te douwen, want dat is een sleur aan een dood paard. Ja. Jij zegt van jongens, schijn nou alsjeblieft uit, er is helemaal niet sleur aan een dood paard. Je hebt een concept bedacht wat gebaseerd is op een veiling, op veilingen. Ja, ik moet wel zeggen dat het concept niet is gebouwd voor Schiedam. Het is een concept wat voor Nederland uitgerold gaat worden. Want iedereen heeft hetzelfde probleem. Alleen Schiedam bengelt een beetje onderaan dat lijstje. Die heeft geloof ik de meeste leegstand in Nederland. Maar het is een pilot. Hè? Het is een pilot. En daarvoor heb ik gezegd van ja, wil ik dat voor alle steden uitrollen. Dan wil ik eerst een gemeente hebben waar ik kan laten zien dat het werkt. Anders heeft het geen zin. Ja. En daar heb ik Schiedam voor uitgekozen. Waar sommige mensen om mij heen roepen van ja, als het in Schiedam lukt, dan lukt het overal. Het is net New York, hè? Ja. If you can make it here, you can make it anywhere. Dus, en daarvoor heb ik maandag in Café de Unie winkeliers uitgenodigd, maar ook de politiek, om het concept uit te rollen, of om uit te leggen, reacties te peilen en kijken of ze bereid zijn om aan die pilot mee te werken. Zijn ze dat niet, dan houdt het meteen op. En zijn ze dat wel, dan gaan we dat doen. Ja. Praten we, en dat is, vind ik wel een vervelende uitdrukking, maar praten we over anders gaan denken en doen? Ja, als je kijkt, of ik
kan SEC niet alle problemen oplossen die aan die winkelleegstand hangen. Maar er zijn een aantal oorzaken. En een van die oorzaken is de enorme grote opkomst van webwinkels. Ja. Kijk, dat de parkeerplaatsen wel of niet voldoende zijn per stad, daar ga ik allemaal niet over. Maar waar ik me op richt is die grote aanval die er komt vanuit die webwinkels. Die ook hoop positiviteit erin, maar die winkeliers met een fysieke winkel gewoon niet meer tegenop kunnen. Nee. En wat ik nu ga doen is proberen de technieken die, en de modellen en de systemen die webwinkels gebruiken, gaan integreren in een stad. Ja. Dus dat wordt één grote webwinkel. Ja. Sorry dat ik je onderbreek, maar tot nu toe is de balans altijd, mensen vragen zich af waarom loopt het niet? Eén, jij kaatst hem gelijk weg. Jij zegt van ja, over parkeren ga ik niet. Dat is de algemene klacht. Mensen rijden nu naar Spijkenisse of Naaldwijk, ik noem maar wat, waar ik wel eens van hoor. En die zeggen dan, auto vlak bij de winkels, klep open, inladen en wegwezen. Ja. Is dat niet een beetje te makkelijk om te zeggen van ja, over parkeerplaatsen ga ik niet? Moet je daar niet over meedenken? Nee, wat ik daarvan zeg, het is te complex. En wil ik iets aanbieden wat zo grootschalig uitgerold moet worden, dan kan ik dat alleen maar doen op basis van een ding. En dat is die aanval van die webwinkels. Ja. Maar die is giga groot. Je wil niet weten hoe hard dat de laatste 2-3 jaar is gegaan en waar we over 2 jaar komen te staan. Ja. Hier heb je bijna deltawerken voor nodig om de middenstand te redden. Ja. En als je je dan ook nog bezig gaat houden met parkeren, wat in elke stad weer verschillend is, ja, dan kom je nooit meer aan het antwoord op je concept. Ja. Nou was er in Amsterdam ooit een project dat heette Zoveel Winkeltjesstraat. Jij zal beter weten dan ik hoe het precies heet. Dat was gebaseerd op een virtuele wandeling via de computer. En dan kwam je alle winkeltjes tegen. Je klikte op de winkel, je ging naar binnen, je zag het assortiment. Nee. Een concept wat in Schiedam niet helemaal fris door iemand anders is overgenomen. Ja. En is zwaar mislukt. Want de bedenkers die begonnen overal geld voor te vragen. Ja, en dan ben je op voorhand al kansloos. Nou, 2 dingen. Het concept van mij is precies anders. Want ik breng Reuring terug in de stad. Ja. Ik geloof niet in een fysieke of in een virtuele wereld. Want dan ga je nog meer die kant op. Ja. Ik wil die mensen gewoon op die hoogstraat zien, om het zo maar uit te drukken. Ja. En daar van die techniek gebruikt. Maar mensen moeten wel kijken. Ze moeten lopen, ze moeten ruiken, voelen, noem het dan maar op. Spullen mee kunnen nemen. Want die stad moet weer voller worden. En dat is niet alleen interessant voor die winkelier. Maar ja, het is sowieso interessant voor die winkelier. Want die moeten ze omzetten vandaan om zijn kosten te betalen. Maar het is ook interessant voor de gemeente in termen van veiligheid. Ja. In termen van een stad moet leven. Wij moeten niet afstreven dat het een Detroit wordt dadelijk. Dus de gemeenteraad heeft er ook belang bij dat die stad weer vol is. Alleen al voor het gevoel. Ja. En dan heb je het over betalen. Als je zin hebt. Kijk, de winkeliers hoeven aan mij niets te betalen. Nee. Ze hoeven geen investeringen te doen, niks. Het systeem is er, ze gebruiken het. En als er een transactie plaatsvindt, dan zit een bepaald percentage. Dat is dan voor het onderhoud van het systeem. Ja. Maar ze hoeven geen investeringen te doen. Dus, Even over Reuring. Ja. Er zijn wat initiatiefjes. Dan wordt er weer een hondenshowtje gehouden. Ja, dat is leuk voor de hondenliefhebbers. Maar die mensen kopen verder niks in de stad. Nee. We hebben even de fase gehad dat er hier en daar een pop-up winkeltje oppopt. Maar ja, na 3 maanden of het is helemaal mislukt. Of de restaurantjes hebben het in dat segment nog het beste gedaan. Dat vinden mensen leuk. Is ook zo. Hè? Maar jij zegt zelf van, ja, dat is toch niet het lange termijn verhaal. Nee. Dan toch even heel concreet naar, hoe ga jij Reuring in Schiedam brengen? Ja, met dat systeem. Vroeger was je de circusdirecteur, hè? Ging je door de stad met het circus en jij liep voorop als directeur met een trommel? Nou kijk, die trommel die wordt vervangen door een soort window. En dat is heel fysiek, het is alleen maar A4'tje. Ja. Wat je achter de ruit van een winkel hangt. Dus we doen het heel met de hand- en verstandmethode, als dat nog even kan. Meer dan dat is het niet. En je zal achter elke etalage zo'n ding zien hangen waar de betreffende winkelier zijn aanbieding heeft. Of dat nou dat restaurant is die op dinsdagavond 6 stoelen in de aanbieding heeft. Of iemand die zijn telefoon verkoopt voor een bepaalde prijs. En het zijn eigenlijk allemaal veilingen. Dus je ziet bij elke winkel zie je zoiets hangen wat die winkel die op die week in de aanbieding heeft. En dat begint met 0 euro. Het is gratis. Ja. En je kan met elkaar tegen elkaar opbieden. Want op enig moment loopt die veiling af. Dat doe je met je mobieltje, dat doe je met je tablet, dat doe je vanaf huis. Maar je kan ook die winkel inlopen. Want dat is natuurlijk het leuke. En dat is het nadeel van webwinkels. Je kan je spullen nooit zien, voelen, ruiken. Nee. Je kan ze je meteen laten vallen. Hier ga je naar binnen. Je kan dan de winkelier vragen hoe het in elkaar steekt.
En je kan er dan op bieden. Ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van de A4 in Schiedam. Die wordt aangelegd, die willen we niet zien, voelen of ruiken. Nee. En jij zegt, het is anti-A4. Je moet het in je handen. Ja, zoals de Franse markt, hè? Als ik in Frankrijk ben, die huisvrouwen knijpen in die meloenen en noem maar op. Maar dat is ook het boeiende. Dat is de beweging die je ziet. Van fysieke winkels zijn we naar webwinkels gegaan. En je ziet nu een omkerende beweging. Het worden hybride winkels. Want ook die webwinkels komen erachter dat ze er niet mee wegkomen. Door hun spullen niet aan te kunnen raken. En daarvan gaan zelfs de webwinkels nu fysieke winkels gebruiken. Ja. Om te bezorgen, om te kijken, noem het op. En die slag die moet je dan net voor zijn. Of, want de vorige heb je gemist. En op deze trein moet je als winkelier springen. Om de winkels met elkaar te verbinden. Spannend te maken, leuk te maken. Want eigenlijk hebben ze ook allemaal een magazijntje. En ook hebben ze de spullen staan. En noem het dan maar op. Ja. Maar er loopt wel iemand rond die er verstand van heeft. En je kan het zien en je kan daarna terug als er een probleem is. Ja. Schiedammers zeggen vaak van ja. De variatie is te klein op die Hoogstraat en omgeving. Er zijn te weinig leuke winkeltjes, kwaliteitwinkels. Damesmode voor iets oudere dames. Die schreeuwen al jarenlang, waar is die mooie zaak waar je met allure kan kopen? Hoe ga je dat probleem tackelen in jouw filosofie? Nou, dat probleem ga ik niet tackelen. Uiteindelijk, de verantwoordelijkheid voor de winkelier blijft de verantwoordelijkheid voor de winkelier. Maar goed, die mensen wil je wel aantrekken. Je wil wel meer variatie in je aanbod. Ja, op een gegeven moment wel. Nou, dat lukt wel met meer mensen natuurlijk op straat. Dat is de eerste stap die je moet maken. Wat je wel gaat zien in de klassieke webwereld, als je daar nu al over klassiek mag praten, is dat je het massagoed, wat snel gaat, en de hardlopers, die zie je op de webwinkels. Ja. Of die zie je in de fysieke winkels blijven. En dan de zogenaamde longtail, alle kleine specifieke producten, die gaan ze allemaal op het web halen, want er zijn er maar één of twee van in een stad. Ja, wat je moet gaan doen, is uiteindelijk die longtail, om die kleine producten ook weer naar je stad te halen, die interessante producten. En dan moet je eigenlijk koppelingen gaan maken met andere magazijnen. Maar ze moeten hem wel bij jou in de winkel komen halen. Okay. En dat jij, voor jou is dan als winkelier de tijd voorbij dat je dat allemaal op voorraad moet hebben. Dat moet je met elkaar gaan delen. Misschien moet je wel naar één groot fysiek magazijn toe in heel Schiedam voor alle winkeliers. Ja. Die alles dan in de nacht distribueren of uitbrengen of bezorgen. Dat doet al. Dat is, zover ben ik nog niet. Nee. Ik begin eigenlijk aan de voorkant. Ja. Nou krijg je te maken met winkeliers van diverse pluimage. Ja. Er zitten de bekende concerns. Je kent ze zelf al, de kruidvatten. Ja. En die kijken weer anders aan dan tegen familiebedrijfjes. Ja. Mensen die zeggen, ja joh, ik ben de hele week al in mijn winkel. Ik wil ook nog wel eens naar huis toe. Ja. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar het zijn wel mensen die langzamerhand moe gestreden raken. Althans veel ondernemers. Ja, beetje de moed verloren hebben. Wat ik ook schrijf, als je een winkeltje opent of hebt tegenwoordig, dan ben je of uiterst naïef of je bent een held. En ik richt me voorlopig maar even op die helden. Ja. Want je bent ondernemer of je bent het niet. En je moet wel wat nieuwe ontwikkelingen oppakken en daar gewoon voor gaan. Ja. Ondervaan is gewoon. Wat is je alternatief? Over 2 jaar de deur dicht doen? Ja. Zit je daarop te wachten? Ja. Maar mensen klagen bijvoorbeeld dan terecht misschien wel over bijvoorbeeld de hoge huren. Ja. Van ja, hoe kan ik nou nog meer investeren? Je moet eens weten wat ik aan huur betaal. Daar schrik je gewoon van. He, want je zal natuurlijk toch heel veel noodverbanden moeten gaan leggen om het enthousiasme los te krijgen. Ja, ik ga natuurlijk ook niet over die huren, maar je ziet langzamerhand wel een kentering. Hè. De onroerend goedboer die nog vraagt om een huur van 10 jaar, die spoort ook niet helemaal meer. Nee. Dus die moet langzamerhand ook in gaan leveren en water bij de wijn gaan doen. Ja, dat is een proces. Dus, dat komt. Een primaire doel is natuurlijk om die winkelier voldoende omzet te laten maken, dat hij zijn huur gewoon kan betalen. Daar gaat het om. Je moet niet in die spiraal terechtkomen van steeds minder verkopen, steeds minder huur betalen en noem het allemaal op. En uiteindelijk sluiten. Zo is het. John, ik stel voor dat we niet verder gaan filosoferen. Nee. Want dan halen we een beetje voor aanstaande maandag het gras voor je voeten. Ja. De bedoeling is natuurlijk om de mensen een beetje enthousiast te maken. Ja. Te lokken. Ja. Nou zeggen winkeliers vaak, ja, als ik dan s'avonds ook nog weer op pad moet. Maar deze stap moeten ze maar eventjes maken. Ja, in mijn opvatting zijn er maar 2 redenen om niet te komen. Of je vrouw moet bevallen of je moet overlijden hebben in je familie. En voor de rest moet je als winkelier komen. Anders ben je het niet waard om winkelier te zijn. Dat is wel weer mijn opvatting, ja. Waar reken je op? Wat voor soort avond zie je voor je? Nou ja, een avond van mensen die eerst moeten leeglopen? Niet helemaal. Ik wil het wel binnen de perk houden. Ik wil dat concept beperken. Hè. Ja. Ik wil niet alle Schiedamse problemen, want daar kom ik niet voor. Nee, je ziet dat we de Café de Unie gekozen hebben. En geen zaaltje met een microfoon in het midden, want dat werkt niet. Nee. Daar moeten ze zich thuis voelen. Daar moeten ze meteen wel hun verhaal kunnen vertellen. Ja. En dan kan je tussen je vrienden desnoods nog een keer gekke dingen roepen. Maar
daar moet het beeld komen van, ja, hier moet wel wat gebeuren. Ja. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in de politiek. We hebben dadelijk verkiezingen. Ja. Daar wil ik wel eens een politicus of partij betrappen op een visie op het probleem van de winkel. Nou, wij zenden dadelijk een politiek debat live uit. Dat doen we om de vier jaar. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat terug gaat komen. Want ja, Schiedammers, de Hoogstraat, de binnenstad, ze willen zo graag dat het weer bloeit en bruist. Ja. Wellicht dat jij toch binnenkort als de verlosser in Schiedam verwelkomd gaat worden. John, we gaan het afronden. Ik dank je hartelijk voor het komen. Aanstaande maandagavond, Café de Unie. Hoe laat mogen de winkeliers naar binnen? 19:30. Ook andere geïnteresseerde mensen met plannen? Het is een vrij kleine ruimte. En ik zou het eigenlijk willen beperken tot winkeliers en politiek. Want dat zijn de twee partijen waar het om gaat. Oké, nou, ik wens je heel veel succes. Fantastisch initiatief. En ik wens je veel winkeliers toe. Ja, dankjewel. En jullie veel succes met je studio. Als jij even blijft zitten, dan ga ik tegen de lieve mensen thuis vertellen dat deel 1 van Passage 12 er alweer op zit. We gaan straks praten over het hoesten niet, maar over de tennisvereniging TSN. En we gaan politiek doen, dat weet u, hè. Half uurtje voor een aankomend raadslid, wellicht voor de SP, is Hilda van Holten. Wat ons betreft, tot strakjes na 11:00.